Hi en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Kalijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we aan de slag met een mooi tafelarrangement. Een langwerpig tafelarrangement. Wat mij betreft echt een topper. Heb je nou iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's? Deel het dan op social media, Facebook of Instagram. Dan maak je ook nog eens kans op leuke prijzen. En één keer in de maand wordt er een winnaar bekendgemaakt voor iemand die wat inspiratie heeft gedeeld. Want laten we elkaar inspireren in deze tijd. Goed, ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan eventjes. Dat kun je doen door op de abonneerknop te drukken. Dan blijf je op de hoogte voor alle leuke video's die ik maak. En heb je er zin in, doe vast een duimpje omhoog. Dan gaan we aan de slag. Hier zit al een plastic bakje omheen, dus dat is heel makkelijk. Dan ben je niet een extra ondergrond nodig. Aan de zijkant gaan we even wegwerken met deze mooie houtschorsen. Die hebben iets een gouden randje. Dat is toch wel weer leuk in deze tijd waar we naartoe gaan. Zowel bij de herfst als bij de kerst vind ik dit echt wel passend, omdat het juist een warm effect geeft. Deze ga ik even vastlijmen aan de ondergrond, dus aan het witte schaaltje. Dat doe ik gewoon met een lijmpistool. En dit doe ik ook aan de andere kant. Het leuke eraan is dat de houtschijf eigenlijk net zo lang is als het stuk. Dus dat maakt het nog weer lekker makkelijk. Ik zie dat het net iets mooier is als ik hem andersom doe. Dat kan iets mooier. Ja, dan raakt hij iets mooier. Dus kijk goed hoe je product mooi uitkomt. Ik kijk even goed of het hout het plastic raakt. En dan hou ik hem even vast dat hij eventjes goed vast komt te zitten. Goed, dan hebben we echt al een hele mooie basis. Zo kun je zien dat je met zo'n ondergrond echt al een mooie basis kunt neerzetten. En met wat schors. Dan gaan we nou verder met asparagus. Die steek ik aan de zijkant, zodat we daar ook het plastic bakje eigenlijk wegwerken. Maar het arrangement nog net iets verlengen. Ook verbind je nu de asparagus mooi met de grond, met de tafel. Ja, dat vind ik toch ook altijd wel mooi, dat het even in geheel wordt. En wat natuurlijk een voordeel is van zo'n arrangement of zo'n ondergrond van Oase, dat er zit al een lekschaal onder. Dus ja, het lekt niet op tafels en dat soort dingen. Dan ga ik over de Oase zelf ook nog eens asparagus verdelen. Hier prachtige narine. Ik vind het echt een heel mooi product. Het blijft ook echt heel lang goed. En ja, ik vind het een heel sierlijk bloemetje. Deze breng ik in hoogtes aan. In het stuk. Ik verdeel ze op drie verschillende plekken. En die breng ik een beetje op dezelfde hoogte aan, zoals je ziet. Er is dan iets korter moeten. Er mag wel iets verschil in zitten, maar dat je een beetje dezelfde lijn krijgt. Soms is het net mooier om het buitenste blaadje er even af te halen, vind ik zelf. Het schutblaadje. Dan heb ik hier scabiosa bolletjes. Ook deze verwerk ik op hoogte, maar net iets lager als de narina. Er mag wel iets verschil in zitten, maar zorg wel dat het ongeveer op dezelfde lijn zit. Je kunt ze ook iets laten verspringen, dat geeft ook wel weer een mooi effect.
Ik vind juist het sierlijke van eigenlijk gewoon een kale steel met een bloemetje erop, geeft een heel mooi effect in je stuk. En je kan heel mooi diepte aanbrengen. Deze verdeel ik ook op verschillende plekken in het stuk. En die laat er net eventjes weer tussenuit springen. Dus net weer op een andere hoogte als je Nerine en de Scabiosa. Dan heb ik hier prachtige blauwe distel. En ook deze werkt eigenlijk weer tussen. Let goed op dat jouw product tot zijn recht komt. Dus dat je hem een plekje geeft in je stuk waar je hem echt goed kan blijven zien. En waardoor je de andere producten ook kan blijven zien. Dat is wel heel belangrijk. Soms is het mooi om het in het geheel te verwerken. Maar je kan ze dus ook eventjes van elkaar loshalen en dan stuk voor stuk verwerken. En ik verdeel ze dus echt weer op in de oase. Zoals je ziet krijg je nou echt een heel mooi parallel effect. En ik werk echt met die hoogteverschillen. Dus hou dat goed in de gaten. Je krijgt een beetje een tandje effect zoals je ziet. Echt super mooi. Dan heb ik hier een mooie rozenbottel. Deze verwerk ik wat lager. Ertussen. En deze geeft natuurlijk een heel mooi kleurtje in jouw stuk. Ik werk dus eigenlijk echt elke keer in de hoogte. Probeer daar dus ook echt mee te spelen, want dat is juist zo leuk aan die materialen. Want je kan je materiaal juist extra goed laten uitkomen en je bloemetje echt ja, een mooi plekje geven. Dat vind ik sowieso altijd heel erg belangrijk als je een stuk maakt. Kijk goed naar hoe jouw product, jouw bloem, groeit en bloeit en hoe je hem goed tot zijn recht komt. Dus geef hem altijd een goed plekje. Zorg dat hij nooit in de verdrukking komt. Dat is eigenlijk heel belangrijk. Dan heb ik hier hele mooie dennenappeltjes. En deze hebben een beetje hetzelfde kleurtje als de ondergrond. En ook deze ga ik ertussen stoppen. Deze zet ik natuurlijk eventjes op draad. Dit doe ik op de welbekende manier door eventjes een draad er doorheen te laten lopen. Even vast te draaien en dan duw je draad naar beneden. Dan staat hij gelijk goed stevig op. En ook deze verdeel je weer over je stuk. Wil je nou dit pakket maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je altijd het pakket kan maken. Naar aanleiding van elke video die online komt, komt er ook pakket online. En dan kan je compleet gewoon het pakket bestellen. En dan kun je zelf ook lekker mee aan de slag. Eventjes wat extra kleur toe te voegen. Dat doe ik door deze prachtige Lysiantus. Ik vind het sowieso echt een heel mooi product, Lysiantus. Het is altijd heel sterk. Ik gebruik hem wel weer in delen. Dus ik kijk eventjes hoe die goed tot zijn recht komt. En ook dit verdeel ik eigenlijk op dezelfde manier in het stuk. Ook de knopjes kun je juist heel goed gebruiken. Gebruik eigenlijk gewoon alles van de Lysiantus. In je stuk. Ik vind het kleurgeheel op dit moment echt prachtig.
En ook qua materiaal vindt het eigenlijk prima. Zoals je ziet hebben we nog wel wat zichtbare stukken van de oase onderop. Dus wat ik nu ga doen is de producten die ik al heb gebruikt herhalen in het stuk hieronder om hem verder mooi op te geven. Door voor de rest niet meer materiaal te gebruiken hou je hem toch nog iets rustiger. Het is natuurlijk best wel een druk stuk, maar op die manier wordt het wel een heel mooi geheel en verbind je juist de bovenkant met de onderkant. Zoals je ziet is het geheel echt prachtig. Nu ga ik op de kleine stukjes waar je nog een heel klein beetje oase ziet, heel klein beetje tilantia tussen doen. Want ik wil natuurlijk geen oase zichtbaar hebben. Maar hij is eigenlijk al voor een grootste deel weggewerkt. Maar ook echt heel subtiel, want ik wil dat de bloemen echt de overhand hebben in dit stuk. Dit stop ik er dus gewoon heel voorzichtig tussen. Omdat het echt maar op een paar plekjes is. En het tussen de bloemen valt, hoef je ze voor de rest eigenlijk ook niet vast te zetten. Dan draai ik het stuk even, zodat je echt goed kan zien dat het aan beide kanten echt mooi is en mooi gevuld is. Nou jongens, kijk dan, wat een rijkdom. Prachtig, alle materialen komen mooi tot zijn recht. Het is één mooi geheel en de verbinding is juist heel erg mooi. Dus speel echt met die materialen, geef een mooi plekje in je stuk en laat het stralen. Dan hoop ik dat jullie dit weer een leuke les vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog, abonneer natuurlijk gratis en bestel het pakket. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het pakket kan bestellen. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Oh ja, en in de eerste week van december komt er een vlogweek online. Een winterwonderweek waarbij ik elke dag een video deel, een hele week lang. Dus dat is heel erg leuk om jullie nog meer te inspireren, want dat vind ik alleen maar leuk. Heb je ideeën? Hieronder in de beschrijving kan je natuurlijk altijd een suggestie geven. En wie weet neem ik het dan mee in mijn stukken. Dan wens ik jullie een hele fijne dag en tot de volgende keer. Doei!